Hallo allemaal, ik ben Arjan Bokslaar en dit is het journaal van Koningsdag 27 april 2018. En wat hebben we allemaal deze week? De vernieuwde stoep ging open. Ook een nieuw winkeltje op West. Het Dark Sky Park in Oosterend. De verbouwing van de raadzaal van het gemeentehuis. En polderpracht in de ogen van Egbert Zorgdrager. En aan het eind van de middag komt er ook nog eens een extra Koningsdagjournaal op YouTube. Met alle belevenissen hier op het eiland vandaag. Maar we beginnen met het weer. Ja, het was deze week wel even een andere koek dan vorige week. Nadat het weekend nog schitterend was, was het vanaf maandag qua temperatuur in één keer de helft minder. Het werd nog maar nauwelijks warmer dan 10 à 12 graden. Ook waren er veel buien. Al stelde dat niet veel voor. Vandaag is het dan ook een mooie dag. Best wel fris, maar toch een mooie Koningsdag. Ze zijn er maanden mee bezig geweest en donderdag was het eindelijk zover. Bas Vries en Rinske de Jong openen geheel verbouwd danscafé De Stoep, nadat de oude drogisterij naast De Stoep was aangekocht. En op die manier konden ze met name de toiletten en de ingang op de begaande grond volledig verbouwen. Anne Bierman is voor ons gaan kijken wat er allemaal veranderd is. Na maandenlange verbouwing gaan ze hier eindelijk weer open. Danscafé De Stoep in Midsland. En wij gaan even kijken hoe het is geworden. Pas er eens, ik ben even binnengekeken. Het ziet er echt prachtig uit. Wat is er precies allemaal veranderd? Voornamelijk wat we wouden veranderen was de struikelblokken die er overal waren. En de afstappen, de opstappen en de dingen. En de trap, vooral de trap naar beneden en naar boven, die konden helemaal weggehaald worden nu. De hele vloer hebben we laten zakken, waardoor we wat meer hoogte hebben gekregen gewoon in De Stoep. Het lijkt een beetje wat meer volume. En doordat die trappen weg zijn, kunnen de mensen wat beter in en weer lopen van dansvloer naar buiten. En hebben we in het nieuwe pand de garderobe gemaakt, entree. Deze hal en hebben links en rechts de toiletten die dus altijd in de kelder zaten, die zitten nu hier. En is de oppervlakte dus ook veranderd? De oppervlakte, ja, die is daardoor wat groter geworden. Maar het is eigenlijk dit en de toiletten, maar die waren natuurlijk ook al beneden. Ja. Dus. En hoe lang zijn jullie bezig geweest met de verbouwing? Nou, we zijn in januari begonnen en precies 4 maanden ongeveer dat we dit even voor elkaar hebben gebokst. Het was een behoorlijke klus. Geweldig. We hadden even we hadden gedacht dat het iets minder werk zou zijn, maar het is echt best wel giga. Ik denk dat ik ook wel een kilootje of 20 kwijt ben die ik al niet had. Maar die ga ik er nou lekker weer aan vreten. En ik begin nu ook weer een biertje te doen vanavond, even gezellig. Dus het komt helemaal goed. En er was ook nog een gedoetje met de bouwvergunning. Hoe is dat opgelost? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, nou, de gemeente die zag het hele idee van ons wel zitten. En het is natuurlijk ook voor iedereen die komt gewoon ontzettend fijn wat hier is gebeurd. Dat het in ieder geval heel brandveilig geworden is voor iedereen. En dat de toiletten gewoon, de laatste die viel met de Wekko Prosecco, Marjolein, viel nog naar beneden van de trap. Dus dat soort dingen, ja, dat zijn we eindelijk gelukkig vanaf. En dit pand dat stond al een tijdje te koop. En ik denk dat wij er gewoon voor het hele dorp, dat het weer helemaal gezelliger uitziet. En dat het gewoon hartstikke leuk geworden is. Nou, ik wens jullie heel veel succes. En ik ga mee naar binnen. We doen er eentje. Ja, dankjewel. Ik ga nu mee een slokje nemen. Proost. Ja, proost. Proost. Oosterend heeft al een paar jaar het predicaat Dark Sky. Dat houdt in dat het een plek is waar de duisternis nog compleet voelbaar en dus ook zichtbaar is. Het is een van de donkerste plekken van Nederland waar je de sterrenhemel op zijn allermooist kunt observeren. En bovendien kun je ook regelmatig het beroemde Noorderlicht waarnemen. Pieter en Lennart zijn even gaan wandelen met ons eilandmeisje Marloes. Het is nu nog licht, maar achter ons is de Bosplaat. En dat is sinds 2015 het Dark Sky Park. Ik sta hier naast Marloes Foppema. En Marloes, wat houdt dat precies in, Dark Sky Park?
Nou, Dark Sky Park, dat is een bijzondere status. Dat komt uit Amerika. En dat wil zeggen dat we eigenlijk de duisternis waarborgen. En die status zorgt ervoor dat we internationaal ook op de lijst staan van Dark Sky Parken. En de Bosplaat is het eerste Dark Sky Park van Nederland. En ondertussen is Lauwersoog bijgekomen. En is men ook bezig met de Waddenzee een soort Dark Sky status toe te eigenen. Oké, dus er zijn er twee van die plaatsen in Nederland? Ja, ja, en wij waren de eerste. En dat heeft alles te maken met eilander Melis de Vries. Melis ging op een nacht, tijdens Nacht van de Nacht in oktober, de duinen in. En sterren kijken en dacht bij terugkomst, hé, moeten we hier niet wat mee doen? En toen heeft hij samen met de buren van Oosterend en Staatsbosbeheer en de provincie Friesland een plan gemaakt om de Bosplaat als Dark Sky Park te krijgen. En dat is gelukt. Oké, door wie wordt dat toegekend? Door IDA. Dat is International Dark Sky Association uit Amerika. En vorige week was het Internationaal Dark Sky Week. En daar stonden we eigenlijk de hele week stil bij dit bijzondere gebied. En wat houdt dat verder nog in zo'n week? Er zijn verschillende excursies geweest op het eiland. Ik heb zelf een schemerwandeling Joon. Staatsbosbeheer heeft excursies. En wat we willen laten zien is de schoonheid van de duisternis. Want je kan hier heel mooi sterren kijken. En als je geluk hebt, ook als het helder weer is, heel mooi de Melkweg. En als je heel veel geluk hebt, ook het Noorderlicht. Daar hoef je niet voor naar IJsland, dat kan je gewoon op de Schelling zien. Oké, nou, ik geloof het best. Het is nu al prachtig. Dus als dat vannacht, als dat straks donker is, is het natuurlijk helemaal mooi. Ja. En wat heb je meegenomen? Nou, het is helder. Dus vanavond goed sterren kijken. En dan is dit heel erg leuk. Dit is een planisfeer. Deze is speciaal gemaakt voor de Schelling door Rob Walrecht. En hiermee kan je zien wat er vanavond aan de hemel te zien is. Welke sterren en sterrenbeelden. Hieromheen staan de maanden en de dagen en hier staan de tijden. En dan draai je hem op de juiste dag. Dat heb ik nu al even gedaan. En dan heb je hier een lijn van noord naar zuid. En dan die wijs je zo, daar is het noorden. Dan doe je hem zo en dan draai je hem boven je hoofd. En dan zit er een gat in het midden, dat is de Poolster. En dan kan je precies zien wat er vanavond te zien is en hoe de Melkweg loopt. Dus ik draai hem even om en dan zie je hem dus gespiegeld. En wat kunnen we vanavond zien? Nou, vanavond is nog heel mooi te zien de eenhoorn en de grote hond. En het werkt heel goed om een verrekijker gewoon mee te nemen. Je hoeft geen dure apparatuur, gewoon een verrekijker mee naar buiten. En deze planisfeer die op het eiland te verkrijgen is. En dan kan je heel leuk een soort, ja, het werkt een beetje als een sudoku eigenlijk. Want je kan ook wel je telefoon, hè, dat je hem zo tegen de hemel houdt. Maar ja, je hebt er ook allemaal appjes voor. Ja, maar dan steek je er niet wat van op. Want nu ga je echt zelf zoeken. En dan ga je ook dingen onthouden. En dan gaat er een wereld voor je open. Ik denk dat we straks even met je mee moeten lopen. Ja, nou, jullie zijn van harte welkom met Schemerwandeling Joon. Dat gaan we doen, dankjewel. Graag gedaan. Nou, welkom allemaal op deze bijzondere avond. We gaan wandelen met verhalen. Ik ben Marloes, het eilandmeisje. Ik ben verhalenjutte van de Schelling. En ik heb voor jullie allemaal verhalen gejut. We staan hier midden in het Dark Sky Park bij de verrekijker. En met deze verrekijker kan je straks als het donker wordt naar de sterren kijken. Op het gemeentehuis is op dit moment toch wel een behoorlijke verbouwing aan de gang. Met name de raadzaal wordt helemaal aangepakt. En ook de isolatiewaarden van het oude pand worden rigoureus verbeterd. Wethouder Hendrik Klaas van der Wielen legt uit wat er allemaal gaande is. We staan hier in de oude raadzaal, of in de raadzaal. Niet de oude raadzaal, maar de raadzaal. En die op dit moment een grondige verbouwing ondergaat. En we spreken even met de
ex-wethouders? Nee, nog steeds wethouder. Ja, zeker. Wethouder die verantwoordelijk is voor deze verbouwing. Ja. Wat gaat hier nou precies gebeuren, buiten het feit dat die poortjes eruit gaan? Ja. Nou ja, dat is dus te zien, hè, dat die poorten eruit staan, dat pilaren die er stonden, die vallen weg. Dus de tweedeling in de raadzaal, die verdwijnt. En wat je nu gaat krijgen, is dat het gewoon één grote zaal gaat worden. Nou, dan is er verder wat ook bijvoorbeeld opvallend gaat worden. Dat is de situatie met de ramen. Ja. Dat zijn nog de kozijnen uit 1953. Is dat staal nog? Dat is nog staal. Met enkel glas. Ja, 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 ja. En daar is een behoorlijke winst te halen. Hè, als dat vervangen wordt. Hoe het eruit ziet, blijft zo. Ja. Maar, Het profiel blijft hetzelfde. Maar er zit nu nog enkel glas in. Ja. Dat wordt houten kozijnen. Maar met hetzelfde uiterlijk wat het nu heeft. En dan met dubbel glas, hè, met plus. Ja, dus wat dat betreft, dan is daar een forse besparing mee te halen. Nou, wat niet direct in het oog springt, maar dan kunnen we zo wel even kijken hierboven. Dat wordt allemaal geïsoleerd. Dus daar is... Wat is hierboven? Want er zit een kap op, maar zit daar ruimtes nog? Er zit nog een ruimte, daar kunnen we zo wel even kijken. Ja, en maar dat wordt toch gewerkt, hoor? Nee, dat is eigenlijk... Dat was in het verleden, werd daar wel gewerkt. Hè, toen het nog de nieuwbouw er niet was. Maar mm-hmm. Wat er nu gebeurd is, is dat eigenlijk daar... Allerlei materiaal voor ventilatie en dat soort dingen. Oh, okay. Maar ja, omdat het gewoon een houten kap was, verder geen isolatie is, dan had je natuurlijk wel dat er heel veel warmte naar boven verdween. En op die manier kunnen we dus nu met het isoleren daarvan een behoorlijke besparing gaan halen. Wat een grote ruimte is dit, man. Ja, zeker. Hier heeft vroeger afdeling financiën nog gezeten. In de oude situatie. Is dit nou omhoog gekomen? Ja, dat is omhoog. En hier is de isolatie ondergekomen, hè? Ja. Okay. Dus je gaat het dak niet isoleren op zich? Nee, hier is de isolatie gekomen. Nou ja, dit is eigenlijk een soort technische ruimte geworden. Ja. Maar ja, hier is nog best een behoorlijk stuk ruimte om nog het een en ander te doen. Zeg maar, is nu vaak wat opslag en dergelijke. Maar hier zit nog wel het nodige aan mogelijkheden, ja. Ja, want hier kun je nog wel mee. Maar ja, als het dak niet geïsoleerd is, dan is het, de bestemming waarschijnlijk alleen opslag. Waarschijnlijk wel, ja. Verder is er in het interieur, zoals het hadden, blijft het allemaal gelijk? Dat interieur, dat blijft vrijwel, dat blijft zoals het was. Dus want deze mooie wand met die... Ja, maar die is beschermd, hè? Net als bijvoorbeeld... Oh, die zit er nog? Ja, en de situatie met die, kijk, bij de glas in loodramen, dat is ook nog... Dat blijft allemaal in staan? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Dat is dat zou jammer zijn. Een mooi stukje aankleding. Ja. Hè? Ja. Want in principe krijgen jullie niet meer tribuneplaatsen? Nee, het is eigenlijk dat je, hè, wat in het verleden, dan zat je wat achter de pilaren. Pilaren. Ja. En dat wordt dus nu ondervangen. Ja, ja, je zit wel met die grote, dat moet blijven. Want anders dan stort het in. Was het niet best wat er gebeurde. Nee, maar goed, hè, voor de rest is dat eigenlijk de grote verandering. Nou, we kunnen zo wel eventjes naar de burgemeesterskamer kijken, want dat is ook wel mooi. Dat gaan we doen. Prima. Gaan we doen. Dan moeten we langs. Zo, kom maar. Oh, dat is de burger. Ja. Maar hier zie ik wel eens isolatie. Dubbele ramen. Ja, maar dat was een soort, laten we zeggen, Tsjechisch thermopeen, ja, hè? Tsjechisch. Dat waren voorzetramen. Ja, hoe kom ik erop? Ik ben ooit een keer in Tsjechië geweest. Dat had je hetzelfde systeem. Met een raam en dan een voorzetraam. Een stukje plexiglas. Ja, dat was het. Nou, kijk, wat je hier hebt is wel dus die buitenramen. Ja. Nou, je kunt ook wel zien als je het bekijkt met die. Hè, het is toch wel aan een vervanging toe na zoveel jaren. Maar bijvoorbeeld wil je zonwering naar beneden doen, dan kon je niet meer bij je buitenraam en allemaal van, dat was gewoon een hele martelpartij. En om hier bijvoorbeeld eens te kijken, hè, als je zo'n ding, als je die open had, dan was je al mooi wat tijd bezig met moren. Nou, en je krijgt dus nu dat het wordt gewoon één geheel. En dan daarmee een stuk gebruiksvriendelijker. Het is best wel een echte klus dus. Ja, nou ja, hier, dan kan je zien, die is er. Oh, dat is er één, ja. En hier staat er één. Ja, moet je nagaan. Nou, 29 juni. Klaar?
De bedoeling is wel in die rooi om het voor elkaar te hebben. Ja. Bedankt Hendrik. Graag gedaan. Wielen, voor je uitleg over de verbouwing. Ja, graag gedaan. Dit was het. Vorige week waren wij op bezoek bij Kees en Gerard Cupido. Geen familie. Over hun acties omtrent het verjagen van de ganzen, etc. Dit keer zijn we de polder ingegaan met Egbert Zorgdrager uit Vormerum, die daarover wat andere mening heeft. En nieuwsgierig als wij zijn, hebben we hem opgezocht. Goed, we staan hier in de polder bij Egbert Zorgdrager. Wat is het verschil tussen vogelpracht en weidepracht? Vogelpracht en weidepracht? Ja, want Kees Cupido en zo, die had het over vogelpracht. Nou, het is niet polderpracht, het is het project. Wat zijn met die vogels? Nou ja, kijk, het hele Terschelling zit vol vogels. Alleen ik denk via het project Polderpracht probeert men de weidevogelstand te ondersteunen op het eiland. En er meer bekendheid aan te geven, meer mensen ervan te laten genieten. Maar is dat van LTO dus? Nee, Polderpracht is van onder andere Vogelbescherming. Vogelbescherming Nederland. Oh, ja, natuurlijk, daar hadden hun het ook over. Ja. Dat klopt, ja. Nou, wat ons opviel in het gesprek was dat zij het idee hebben, in ieder geval, dat door het verjagen van de ganzen de weidevogel eerder gesteund wordt dan benadeeld. Heb jij dat idee ook? Nou, zo zwart-wit durf ik het niet te stellen. De bepaalde weidevogels die gedijen juist heel goed bij ganzen. En andere weidevogels iets minder. Bijvoorbeeld als je kijkt, dit is weidevogelland hierachter. Of ganzenland, dat is kaal, zitten nog ganzen. Ja. Daar komt geen grutto meer broeden. Daar komt ook geen tuurloo meer broeden. Die gaat 100, 200 meter verder die kant uit broeden. Waar minder ganzen zitten. Maar wat je wel ziet, als die gruttojongen uit het ei komen. Die hebben een lang land nodig wat laat gemaaid wordt. Nou, dit land wordt heel laat gemaaid, want het wordt tot half mei een beetje kort gehouden door de ganzen. Ja. En dan komt er, omdat er veel ganzen zitten, krijg je ook heel veel diverse samenstelling van de soorten. Dus veel kruiden en veel bloemen. En dat is juist wel gunstig voor de jonge weidevogels. Het trekt insecten aan. Dus daar komen ze uit het ei. En je ziet dan vaak, op een gegeven moment trekken ze naar die kale percelen, die tot half mei door de ganzen kaal gehouden worden. Daar trekken ze dan heen. Ja, maar zij zeggen van ja, dan hebben die roofvogels, die hebben natuurlijk vrij spel, want ze kunnen zich nergens meer verschuilen. Er moet wel schuil wezen, maar juist die percelen die door de ganzen lang kort gehouden worden, die worden heel laat gemaaid. Deze percelen maaien we 22 juni, soms 1 juli. Dus dan hebben ze heel lang, dan groeit het wel weer hoor, dan staat het juni echt wel gras. Ja. En dus dan groeit het best weer wat gras. Kijk, als je alles kaal zou maaien op half mei, als er geen ganzen zitten, dan kan je half mei maaien. Ja. Maar dan komen er jonge vogels uit het ei en dan is er ook geen beschutting, toch? Nee, dan is er geen beschutting. Je moet ergens een middenweg zoeken. Je moet ook stroken staan laten. De meeste percelen laten we de buitenkant, de buitenste 5, 6 meter laten we staan. En die bemesten we niet, dus die maaien we heel laat. Dat de jonge kuikens die uit het ei komen, die kunnen dan in die stroken kruipen en daar kunnen ze groot worden. Want hoe zie jij het idee om die ganzen, want het zijn natuurlijk op dit moment natuurlijk duizenden, honderdduizenden. Hoe zie jij die bestrijding van die ganzen? Of zie je het niet als een probleem? Ik zie het als een gegeven. Even naar grotters kijken. Mooi, hè? Mooi. Hè? Ja. Kijk, die ganzen die komen op de Schelling. En 25 jaar geleden, toen verjoegen we ze. En die jaren daarvoor. Maar het punt was, ik verjoeg ze onder de koffie. Ik zag ze zitten, gauw erheen op de lichtpistool. Ja. Of met de voetzoekers. Gingen ze naar de buurman. Die verjoeg ze ook. Ja. En dan gingen ze naar de volgende buurman. Ja. Die verjoeg ze ook. En dan kwamen ze weer terug. Ja. Die ganzen gingen niet weg van het eiland. Kijk, nu lukt het met een paar boeren middenin. Die verjagen ze. Het lukt redelijk. Maar wie krijgen er nu meer ganzen? Die boeren de boeren daarnaast. Die hebben meer ganzen. Dat merken wij. We hebben nu meer ganzen dan de andere jaren. En ze komen toch. En dan kan je, denk ik, proberen maar het beste van te maken. Dat vind ik. Een ander mag er anders over denken. Maar ik vind, daar moet je het beste van te maken. Ga een goede regeling aan. Ik kan me uit de voeten met die ganzen gedoogregeling die er nu is. Ja. Want ik sprak Klaas Vis gisteren. Die had ook wel een hele mooie theorie. Die zegt, als die ganzen opgejaagd worden en ze moeten van het ene weiland naar het andere, dan kost dat energie. Hij zegt, dan gaan ze meer vreten. Ja, er is, hebben wetenschappers, ganzenwetenschappers, hebben onderzoek nagedaan en die onderschrijven dat, ja. Ja, dus ja, als je ze verjaagt, gaan ze dus in plaats van minder gras, meer gras eten? Dat schijnt zo te zijn, ja. Nou, dat weet je niet. Nou, ik heb het nooit bijgehouden, maar de wetenschappers... Maar heb jij het idee van wel? Nou, het is wel logisch, als ze neer op en neer moeten vliegen, dat kost energie. Ja. En ze willen een bepaald gewicht hebben voordat ze aan die lange trek naar Siberië gaan. Wanneer vertrekken ze eigenlijk? De verschil, de brandganzen rond 1 mei, de meesten. En de rotgans, de laatste, pas 28 mei.
Oké. Okay. Is echt een datum? Of is dat... Dat is, zit, is, volgens mij hebben ze een klokje dat op licht werkt. Op licht werkt die, hoe okay. meer licht. Meestal is rond 28 mei de laatste. Die waar speren ze eigenlijk heen? Boven in Siberië, boven Rusland, is een, voor mij, Taimier heet dat schiereiland en daar broeden ze. Op ja, daar gaan ze zitten broeden. Ze ja. broeden hier niet, hè? De rotganzen, die ja. andere ganzen, de Spitsbergen in Scandinavië, Rusland. Maar die bruine gans, of de brandgans, hoe heet dat ding? De ja, grauwe ja. gans, die broeden hier wel. De grauwe gans, de meeste, die blijven hier broeden, ja. Want het zijn er ook al wat tegenwoordig, hè? Dat, misschien broeden er wel 1000 paar in Duin. Ja. En dat is echt wel, nou, dat is wel een bijzonder verhaal. Dat is een standgans, hè? Geen trekgans. En die gans is ook heel algemeen. En die, ja, ik zeg niet dat het is nog geen probleem, maar die kan wel een probleem worden in de toekomst. Ben jij ook betrokken bij die, weidepracht-organisatie? Polderpracht. Bij die polderpracht-organisatie? Of is dat, want hun zeggen van op de Schelling is daar niemand mee bij betrokken? Nou, ik ben er net zover bij betrokken. Ik wist van de plannen. En ik ondersteun het ook, want ik draag de weidevogels een warm hart toe. En wij hebben de weidevogels geïntegreerd in ons bedrijf. Het is een bepaald verdienmodel. Dus ja, als dat ondersteund wordt financieel en publicitair, dan juich ik dat zeker toe. Hoe ziet dat voor die model er dan uit? Is dat puur gebaseerd op rondleidingen en op toerisme? Of bij ons? Ja? Nee, even grote lijn nemen. Wij hebben 100 hectare. Dan ja. melken we 110 koeien op ongeveer. Maar dan houden we heel veel rekening met de weidevogels. Op de helft van ons land hebben we contract met de overheid dat we laat maaien, heel sumier bemesten. Dat er dus aandacht voor de vogels is, kans voor de vogels. Ja. Maar er komt dus weinig gras af. Ja. Als we nou volop intensief zouden bemesten, die 100 hectare, en egaliseren, draineren, noem maar op, dan konden we misschien wel 250 koeien tevreden geven en melken. En die gaven er ook nog een keer 10-20% meer melk. Ja, dus we hebben een heel stuk productieruimte, laten we latent, gebruiken we niet, maar we geven wel kans aan de weidevogels. En daar krijgen we vergoedingen voor die contracten. Ja. En dat is een stukje inkomen naast onze melk. We hebben dus divers inkomen. Ganzen gedogen is ook zijn inkomenpot. En ja, ik vind het mooi werken met de natuur. Het is bijzonder, die weidevogels. Ja. Want gemiddeld heb jij dus 1 koe per hectare, zeg maar. Ja. Iets rond de 1 koe. Hoe is dat landelijk dan? Meer dan 2. In Brabant zit ze op 3 koeien per hectare. En daar heb je het over, dan heb je het over intensieve veehouderij. Dan wordt het intensief, ja. Die grond brengt niet genoeg op om die koe tevreden te geven, ruwvoer. En die mest kan er ook niet allemaal plaats. Ja, je kan er van neergooien, maar dan ga je boven wettelijke milieunormen. Ja, precies. Dus. Hoe zie je dat het afschieten van ganzen en dergelijke gevolgen? Want ze zijn nu toch wel, koersen wel af op een systeem dat er dus behoorlijk wat afgeschoten moet gaan worden ofzo. Ik denk niet, ja, ik ben geen deskundige, maar gevoelsmatig als ik zie hoe groot die aantallen toenemen, met name de grauwe gans. Ja. Om dat met het geweer allemaal te reguleren, dat zal niet meevallen. Dan moet je veel eerder denken aan eieren prikken en dergelijke, of eieren rapen. Dat is veel effectiever. En in Duin, als ze voor het broedseizoen een gedeelte eruit schieten. Maar dat prikken, waarom gebeurt dat nog niet? Ja, dat gaat in overleg met Staatsbosbeheer. Maar dat is altijd zoeken naar een wankel evenwicht. Staatsbosbeheer wil niet overal mensen lopen hebben. Niet altijd. Kijk, als je effectief ganzeneieren wil zoeken, dan moet je er tot begin april zeker mee doorgaan. En meerdere keren. Ja. En ja, als dat beperkt wordt door Staatsbosbeheer, die misschien ook wettelijke bepalingen hebben, weet ik niet. Maar nee. Ja, dan is het niet effectief. Nee, dan is het niet effectief. Oké. Okay. Even voor het toeristische gedeelte, zou ik maar zeggen. Ja. Die hele polderprachtroute, hè? Hoe zit dat in elkaar? Want daar is ook niet iedereen blij mee. Nee, dat heb ik gelezen, ja. Ja, nou, dat verwondert me wat. Ja, de polderpaardroute, dat is een route bijna alleen maar over fietspaden door de polder heen. Dan kom je net als hier, kom je dus een bepaalde hotspot voor vogels. Deze Plas Dras kom je tegen. Nou, een beetje info erbij. Ja. En ja, ik denk dat het wel gunstig is. Mensen die bewust wat van de natuur willen genieten, kunnen zo wat meer begeleiding, ondersteuning krijgen. Die hebben een route. En dat het zo verstorend is. Ja, ik zie het nog niet zo druk zijn van het voorjaar, eerlijk gezegd. Maar zijn er ook rondleiders dan? Mensen die als gids meegaan? Nee, volgens mij niet. Je kan de app downloaden met de route of het boekje halen bij VVV. En dan kun je die route fietsen. Oké. Nou, dan is dat dan weer een nieuwe attractie op de Schelling. Eet u wel eens uit blik? Nou, dan kunt u nu op de Schelling uw hart ophalen in het nieuwe winkeltje op West.
de conserverie. Werkelijk alles wat er aan delicatessen in blik te koop is, kun je daar vinden. Nou, hallo allemaal. Ik sta hier in de Torenstraat voor de voormalige kapsalon. En hier wordt dit weekend een nieuw winkeltje geopend. En wij gaan even een kijkje nemen. Ga je mee? Ik sta hier naast initiatiefnemer en aandeelhouder van deze winkel, Jort Kerbert. Wat is het plan van deze winkel? Het plan is dat ik alles in blik ga verkopen, zoals vis, vlees, patés, rillet, bijvoorbeeld ook ijsjes en chocolade en allerlei andere lekkere producten. Ik wil dat gaan doen omdat ik het op vakantie in Portugal zelf ben tegengekomen en ik vond het heel leuk. Ik was verbaasd dat we dat nog niet hadden in Nederland en ik vond Terschelling de ideale plek om dit te gaan beginnen. Kom je hier oorspronkelijk ook vandaan of dat niet? Mijn ouders hebben hier vroeger gewoond, mijn opa en oma en mijn vader. Die heeft zelf hier ook een bedrijf, Terschelling. En ik was klaar met school en ik dacht van, ik wil graag in de zomer naar Terschelling. Maar wil ik dan voor een baas gaan werken of wil ik iets voor mezelf gaan doen? En toen heb ik ervoor gekozen om dit voor mezelf te gaan doen. Nou, superleuk. Laat eens wat producten in detail zien. We hebben hier bijvoorbeeld sardientjes van Brioza. Dat zijn hele lekkere sardientjes. Deze zijn bijvoorbeeld in olijfolie. We hebben hier verschillende soorten patés van rillet, van tonijn. En patés van sardine en makreel. We hebben verschillende soorten patés van gevogelte. Ook erg lekker. En dit is bijvoorbeeld een kant-en-klare maaltijd die al in blik zit van geconfijte eendenbouten. Ik zie hier ook een stapel planken liggen. Waarom ligt dat hier? De plankjes ga ik gebruiken zodat mensen door de winkel heen kunnen lopen. En als ze dan voor een cadeautje aan het zoeken zijn voor een kennis of een familielid, kunnen ze kijken naar allemaal leuke producten en ze kunnen dan zelf hun plankje zeg maar samenstellen met verschillende patés of iets anders met een leuke dippers of crackers erbij. En zoals je hier kunt zien heb ik een paar voorbeelden al klaarstaan met die al ook in de winkel verkrijgbaar zullen zijn, kant en klaar. Zodat de mensen die met de boot gaan ze ook gelijk mee kunnen nemen. Nou, superleuk. Ik zie hier een vriezer staan. Wat zit er allemaal in? In de vriezer hebben wij ijs van Professor Groenschnabel. Dat is 40% minder vet en glutenvrij. Dat is super lekker en zeker ook gezond. Het is veganistisch ijs, dus ook voor de veganistische mensen hebben we wat producten in huis. Ideaal voor Oerol dus, het hele winkeltje. Oerol, ideaal. En wat heb je aan de zoete kant? Laat eens zien. We hebben hier zo, om te beginnen, hebben we verschillende soorten thee. Hele speciale smaken. Zo heb ik hier bijvoorbeeld kokosnoot truffel. Je mag al even ruiken. Oh, dat ruikt best lekker. Ja, dat is erg lekker. En dat is van een speciaal merk van Withered. We hebben hier verschillende soorten koekjes, biscuitjes, glutenvrije koekjes. En allerlei soorten koekjes in leuke verpakkingen. Waardoor mensen al snel denken van, dat ziet er leuk uit. En omdat het zo, zeg maar, veel is, vinden mensen het ook snel al leuk om, zeg maar, mee te nemen. Ja, het ziet er erg leuk uit. Ik krijg ook meteen zin in koekjes nu. Ik zie nog wat lege vakken in het leuke interieur. Hoe komt dat? Ja, zoals je ziet zijn we nog druk bezig met de verbouwing en met het invullen van de winkel. En ik hoop over 5 dagen open te kunnen en dat is dan op Koningsdag. En we doen ons best om het dan af te hebben. Heb je het interieur zelf ontworpen? Ik heb het zelf ontworpen. Ik heb het samen met een vakman uit Vlissingen heb ik het gebouwd. En hij had alles al getekend, dus ik hoefde het alleen in elkaar te schroeven samen met hem. Nou, superleuk. Ik vind ook de etalage erg leuk. En de houten onderdelen prachtig. Heel veel succes. Top, dankjewel. Zo, dit was het alweer voor deze week. Alhoewel, we hebben straks nog een speciaal Koningsdagjournaal. Dat komt later vanmiddag. Heb je nieuws of andere leuke dingen? Laat het ons weten en mail het gewoon naar info@terschelling.tv. En wil je helemaal op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op Terschelling? Neem dan een abonnement op de Terschellinger. En ga daarvoor naar deterschellinger.nl. Tot volgende week.